Yo guys, let's hier vandaag een nieuwe video en vandaag spelen we Pokémon Red. We staan hier voor het Pokémon Center in Pewter City, denk ik. En de bedoeling is dat we vandaag de gym gaan uitdagen. Dat het gaat lukken, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat ik Wheatolan wel van voor ga zetten. En Honing en Henrik ga ik denk ik niet kunnen gebruiken deze gym. Dus ja, wish me luck ofzo. Pewter City. Pokémon Gym. Leader Brock. The Rock Solid Pokémon Trainer. Oké, laten we erin gaan. Let's go. Winning Trainers Blue. Blue is al geweest bij Brock. Yeah, I can tell you have what it takes to become a Pokémon champ. I'm no trainer, but I can tell you how to win. Let me take you to the top. Yes. Alright, let's get happening. The first Pokemon out in the match is at the top of the Pokemon list. By changing the order of Pokemon, matches could be made easier. Okay. Ik zit er even aan te denken trouwens om nu op potions te gaan halen. Ik denk er een beetje te laat aan, maar echt. Ik denk dat er is een kans dat er een slachtoffer gaat vallen. Maar laten we niet van hoofd, want we willen Henrik en Honing nog hebben. Oké, kom maar vechten, man. Stop right there, kid. You're still light years from facing Brock. Lichtjaar, oké, dat is redelijk ver. En jij zet. GR Trainer Manager wants to fight. Dicklet. Level 11, oh shit. Tackle. Niet te veel, dankjewel. Oké, tackle. Fuck. Als hij één critical hit op mij gooit, kan het wel iets makkelijk gedaan zijn. Kom aan, Wheatolan. Ik vertrouw het. Dat is de tweede keer op rij dat hij mij één held overblijft. Level 10, ja, dat denk ik ook. Yes. Die is voor Henrik. Oh, fuck, man. Henrik, gebruik gust. Oh, dat doet niks. Ja, nog één mesdant attack. Je weet nog dan, Henrik. Ja, jongen, dan mist hij gelijk. Potion op Wheatolan. Okay. Oh, scratch. Kom aan, tank dan, Rick. Dank je. Wel, deze is kut. Moeilijk. Maar dit zijn toch geen. Het doet ook niks, hè? Het doet ook gewoon helemaal niks. Oh, wacht. Oh nee. Oh my god, sorry. Ik was niet aan het opletten. Het is niet de bedoeling dat Rick doodgaat. Oh fuck, deze is echt kut. Ja, kom maar terug, Wheatolan. Nice, dat denk ik ook. Leaf Seed. Hopelijk helpt dat een beetje. Ja, dankjewel. Item, potion. Op Wheatolan. Oh, die gym leader gaat echt niet goed komen. Oh, dankjewel. Voor de full health. Oké, dat zijn zo sterke Pokémons, man. It's not an easy game. No, it isn't. Oh, die Leaf Seed helpt echt wel. Eigenlijk echt. Ah, die mist. Al leuk heeft hij die Leaf Seed gedaan, dan gaat hij na een tijd wel dood. Pam pam. Altijd met zijn stoeme zandattack, gest. Iers, hè. Levensweg van u. En hij moest missen. Allee, Wheatolan, stop met missen, gest.
Ik zou niet weten hoe laag zijn accuracy nu is, niet normaal. Ah, mister. Come on. En is. Oh nee, nog één keer. Volasse, nu kijk eens growl. Ah, alstublieft. Ha! Dag, Sand, screw you. Screw you! Ah! Wat grapje. Ja. Ja, Rick is sowieso level up, dat dacht ik ook. Oeh. Wel, dat was pretty in change. Glad you got 220 pocket dollars voor winning. Oh, dat is Brock. That's the real deal. Deze soort. Deze gaat zeer doen. Oké. Okay. Jullie leven allemaal nog. Vitolan, you have to do it. I'm Brock. I'm Pewter's gym leader. I believe in rock hard defense and determination. That's why my Pokémon are all the rock type. Kijk daar, Brock. Kijk hoe intimiderend. Ja, en Chewie doet, dacht het al. Ah, fuck, level 12. Dat is echt nog hoog ook. Ik denk dat Leafseed ons gaat carryen. I don't know why. Kijk, ja. Growl. Dat is mijn tactiek. Oh, defense curl. Oké, dat kan ook. Gewoon growls opgooien. Ik weet niet hoe deze gaat draaien, man. Die ik gewoon niet altijd growl ga doen. Hij zit dan misschien altijd defensive curl, maar als hij geen aanval heeft, ja. Ik ga gewoon wachten tot de Leafseed hem helemaal heeft leeggezogen. This is pretty hard, man. Two dudes attack fell. Thanks for the health. Voilà, dat bedoel ik dus. Ja, ik kan. Ja. Oké, Jutut is dat is al, denk ik. Ja. Oh, hij heeft zelfs gemist. Ik hoop nu wel dat hij geen potions gaat. Dat bedenk ik. Ah, fuck. Als hij potions gebruikt, dan ben ik wel zwaar gepoept. Of alhoewel, joh. Ja, dat doe echt niks. Hij doet volgens mij echt zo één weg. Durf. Durf een potion te gebruiken, Stack. Of kom heel je familie verkrachten. Oh man. Ja, natuurlijk moest je cricketen. Nou. Come on, pak hem, Vitolan. Ja, he's doing the real deal now. You know. Doe ook eens een critical. Nee, want ik ben Vitolan en ik heb niet genoeg gesmoord. Maar jongen, weer een gast. Krijg fucking aids, gast. Hier. Ja, en dan mist de noise. Ja, waarom niet? Ik ben Vitolan en ik mis mijn aanbal. Ah, gast. Fucking. Stop met missen. En? Nee. Hier! Oeh! Ja, dat dacht ik ook. Level 11. Oké, dat kan ik gebruiken. The real deal is... No. Oh, deze is echt wel the real deal. Oh, die gaat bidden gebruiken. Oh fuck, ja. Nee, Wietplant gaat deze. Vitolan gaat deze niet overleven, man. Kan ik een andere Pokémon pakken? Oké. Okay. Ja, ik denk dat ik honing ga opofferen voor. Shrinkshots.
Honing! Nice honing. Oh shit, honing. Oh. Ah, die gaan weer opbidden, dat is niet goed. Een minuut dat honing, ik denk niet dat. Ja, maar snap je, als ik. Ah, fuck. Als ik moet kiezen tussen. Doet potion iets eigenlijk? Ja, het gaat niks doen als het mist. Hij heeft weer al gemist. Oké, als hij de hele tijd mist, probleem opgelost. Ah, maar honing, man. Fuck off. Oh ja. Als hij nu geraakt wordt, dan is het gedaan met honing. Maar stop met de fucking missie, gast. Oeh. Ja, jongen, echt. Kom maar, Rick. Oké. Okay. Rick is precies toch nog een beetje tegen Onyx. En ik ga met Rick zijn. Ah ja. Zandattack. Kom aan, tank dat. Oh, fuck, jongen. Nog één critical hit en het is echt al gedaan. Dus ik moet oppassen. Als er geen Pokémon. Oh, die gaat bidden. Dat is niet goed. Kom aan, nog één keer Zandattack. Normaal gezien gaat hij zijn bidden nu nog niet doen. Oké, wacht. Normaal gezien gaat het nu een leashje. Dus. Ja, honing. Ga maar, honing. Oké. Dank je, honing. Doe maar stringshot of zo. Ah, maar stop met te bidden, man. Dat is echt voor noobs. Gewoon. Weet jij ook niks als jij gewoon heel erg blijft missen? Doe het. Just do it. Oh. Die gast moet. Brock moet zo aan het frustreren. Raak! Sorry, dat was echt autistisch. Maar ik ben autistisch al veel gezegd trouwens. Nou, ik doe ook maar iets. Stringshot. Ja, je mist altijd fucking de wiel. Het is tijd voor de Wittolan om het af te maken. Ja, stop maar met te bidden, gast. God gaat je niet komen helpen. Sorry, dat was spastisch. Voila. Ah. Oh, ik had veel te veel geluk, I know. Level 12, oh yeah. Ja, als die niet level up. Huh? Hoe kunnen honing en honing niet level up zijn? I took you for granted. As proof of your victory, here's the boulder badge. Glad you grieved the boulder badge. Glad. That's one official Pokémon League badge, man. As the bearers, Pokémon become more powerful. The technique Flash can now be used anytime. Gletscher kost god 1386 Pokédollars, hè? Voor winning, hè? Voilà. Ik had weer veel te veel geluk. TM34. Oké, okay, en welk is het TM? Ja, maar ik wil weten wat de TM. Ah. Oh joh, hey, bidden, die mist altijd met bidden, hey, come on. Ik denk dat ik bidden aan mijn Pokémon ga geven, dat mist altijd. Voilà. Het alle wonder van de wereld is honing niet doodgegaan. Maar hey, dan blijft ons team volledig, snap je? Het grappigste is, ik heb eigenlijk Bulbasaur gekozen voor Rock, maar ik heb niet eens een grasaanval gebruikt. En er is gewoon geen Pokémon doodgegaan. Dus Henrik is een beetje underleveled, honing ook, maar dat kan wel goed komen. Dus ik ga even honing switchen met Wittolan. Want honing moet wel een beetje getraind worden. Dus ja, daar. Maar ik ga saven, dus ja, ik ga dat doen. Dus vond deze video leuk, was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer Pokémon. En dat alle Pokémon's gaan overleven, dat weet ik niet. Hopelijk wel. Ik zeg...